Goeiedag volk, Nederlander. Ja, wat denk je wat? En het is belangrijk, hier hebben we er weer over gedaan. Glasvezel. Jullie hebben er vast wat van gehoord. Jullie hebben brieven gekregen, jullie hebben folders gekregen, jullie hebben antwoordkaarten gekregen. Grote plakaten langs de weg. Delta Fiber Network. Samenwerking met Rendo. Hogeveen of Meppel. Meppel is het? Meppel. Ik heb er weer een knipoog gekregen, kijk. Zo giet dat. Maar dit bent met de ambassadeurs. En die ambassadeurs die zijn voor ons belangrijk. Want die moeten het in principe overbrengen. Die moeten het gewoon doen. Allereerst gaan we in praten met de mevrouw van Rendo. Wat die ons te vertellen heeft. Want daar ben ik al die beneden. Dag mevrouw. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben hier namens de Rendo. Klopt. Maar jullie willen ook graag dat Delta Fiber de glasvezel erin gooit, ja, denk ik, of niet? Klopt. Wat is de samenwerking? Nou, wij zijn van origine zijn wij een netwerkbedrijf en wij hebben een entiteit uitgebreid met glasvezel. En daar zoeken wij een samenwerking op met Delta Fiber Netwerk. Dus dat is een joint venture, waarbij Delta Fiber Netwerk zorgt voor een stuk investering. En wij zorgen ervoor dat straks wanneer het glasvezelnetwerk in de grond ligt, dat wordt beheerd en onderhouden. Dat gaan jullie doen? Dat gaan en wij doen. Is die overeenkomst er al? Die overeenkomst is er al. Dus het is een kwestie van gleuvigraam, kabelen erin, dichter gooien en klaar? Als voldoende mensen zich aanmelden. Oh. Nou, dan gaan we eens een rondje van maken. Succes, zet hem op. Dag meneer. Dag meneer. U bent meneer? Henk Zuidema. Henk Zuidema, uit het dorp? Nieuwlanden. Goed, dan gaan we weer plat praten. Ja, doe maar. Zo moet wel natuurlijk, hè. Ik bedoel, je doet het gewoon plat. Je doet geen... Henk, hoe is het gegaan? Want je bent nogal een poosje ambassadeur. Je bent nog niet uit de werk, dit nog een paar dagjes. Maar hoe is het gegaan? Nou, Nederlander loopt er geen top. Dit is allemaal, ze twijfelt allemaal nog, ze doet allemaal nog, maar ja, er zit in landen bekend om. Eerst bij die afwachting, ja, maar ik hoop toch van ganse harte dat het wel gaat lukken. Hoe kunnen ze gemotiveerd worden? Heb je er een idee van? Nee, ik heb zo niet idee hoe ze gaan motiveren. Die kunnen ze van alles vertellen, maar ze zegt, meestal is zo eerst zien en dan geloven. Kijk, en dus dat valt een beetje tegen om ze zo te motiveren. Dus als je het zo bekijkt, dan is het gewoon een zaak. Die kabel erin gooien. Zo is het maar net. Wel genoeg of niet genoeg. Want als het eerst kicken is. En dan gleum. En dan gleum. Ik bedoel, dan kunnen we wel een grote stap zetten, toch? Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Ik denk zeker, vandaag de dag werken we veel thuis. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het noodzakelijk is dat de internet komt. Glasvezelkabel in de grond. Het komt er weer aan. Het komt er weer aan, jongens. De ellende begint weer. Thuis werken. De vrouwen thuis, Rolf. Ja, dat is waar. Hard aan het werk. Ik en niet thuis. Je niet thuis. Nee, 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 nee. Maar dat duurt niet zo lang meer. Dan kun je ook eempjes bij huis blijven. Hoe belangrijk is glasvezel voor u? Hartstikke belangrijk. Ja, niet voor mij alleen. Ik doe het niet voor mezelf. Maar voor het dorp. De toekomst van het dorp is gewoon hartstikke belangrijk. Dat je gewoon snel internet hebt. Digitaal, goed bereikbaar. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hoe is de medewerking in dorp? Gemengd. Ik hoor goede berichten. Ik zie, omdat ik, nou, ik gooi nog regelmatig wat berichtjes over de glasvezel op de sociale media. En dan krijg ik ook vanzelf wel berichtjes. Ook privéberichtjes die een ander niet zet. Dan zegt ze van, ik heb de donor. Ik heb net de lady van Delta aan de deur gehad. En ik heb hem afgesloten. Kijk, en dat ben ik mooi. Door heb je een aspect wat meer die metaalt. Ja. Ja. En dan weet ik hoe ook vragen, Arjan. Een heleboel giet per post. Ja, dat klopt. Wat zullen het beste werken? Post of bezoekjes? Bezoekjes, denk ik. Toch wel, hè? Post, dat giet een bulte zo op het tolpapier, denk ik. Want was heb je een bulte vragen gehad? Heb je een bulte dingen gehad waar ze van zijn? Nee, ik heb niet een bulte vragen gehad. erover van, dat giet wat gebeuren of zo. Of hoe zit dat nou? Het is allemaal wat kost het. En, dat is het eerste, hè? Ja. De euro is galmend, toch? Ja. Nou ja, en dat je zo goed, zegt ze dan. Ik heb mijn plek natuurlijk niet. Maar ik maar heb zoiets van... Kun je het uitleggen wat het verschil is tussen dat we goed en kan sneller? Ja, maar dan zeg ik wel altijd wel van, ga maar eens terug in de tijd.
Ik zeg, ja, dat is hier een mobiele telefoon, waar niet nodig. Ach, flauwekul, zo'n ding. En tegenwoordig, wie kan het zonder? Nou, bijna niemand vol mee. En nee. Ja, dat verandert allemaal die tijd. En de glaswezel ging net zo. En dat is wel... ik heb er 20 jaar geleden zo was bij een verlichting in West. Toen hadden ze het al over glaswezel. Dat was al 20 jaar geleden. En dan denk ik, dat wordt de toekomst. Nou, en dat is nu... Daar ben je dus nu op beland. Dus dat moet nu gebeuren, denk ik dan. Van, wie loopt al en eigenlijk al een beetje achter. Ja, precies. Precies. Rulf langs de deuren. In Elum, in het grote dorp. Dat moet. Dat moet. Dat moet gewoon. Ja, ja. Ik heb begrepen dat dat ook nog met een kroon bij de supermarkt was. Een volle dag. En tegenover de supermarkt. Ik heb ze verteld wat als ze moet gestaan. Ja, ervaring spreekt. Een makelaar zat. En ja, dat is wel verstandig. Want er bent wel heel veel vrouwen. Nog steeds. Van ja maar. Ik zeg altijd, van, als ze mij vragen, dan zeg ik van, als je het niet voor jezelf doet, doe het voor je kinderen. Ik zeg, als je kinderen doet, als studeren gaat, dan ben je gewoon steeds sneller internet nodig. En dat kan het oude kijkkabel niet aan en de PCT-kabel sowieso al niet. Dus daar ben je die glasvezel voor nodig. Ik hamer het erop voor ons dorp. Dat is gewoon zo. En je een beetje succes. Je zei net... Soms wel. Ja. En nou, soms wil ze het ook van mij aannemen. Ik zeg gewoon, ik heb me erin verdiept. Ik ga niet over geld en niet over prijzen. En ik heb geen aandelen. Maar het is gewoon hartstikke belangrijk voor de toekomst van ons dorp. En eigenlijk voor de andere dorp natuurlijk net zo. Dan gaan we hier aan het plannen. Henk van Kiki serieus. Ik ben al die serieus. Jeetje. Ja. Ik bedoel, het is ook een hele serieuze zaak. Dat is het ook. Dat is het ook. En het is voor de toekomst van het dorp. Ja, ik zeg in de mensen ook, ik zeg, je moet het zo bekijken, het schip met glasvezel komt nou voorbij. Ja, en hij niet opstapt, dan hij de bodem mist, letterlijk en figuurlijk, en hij komt niet weer. Ja, ik zeg, en dan, als je een jaar wat verder bent, dan begint iedereen in de piep en die zegt van, ach het maar de. Ik zeg, maar dan ben je te laden. Je moet nou instappen, je moet nou opstappen, je moet nou metgaan. Ja, en dan heet het voor elkaar, ook voor de toekomst. Want hij later een huis een keer wil verkopen. Dan heeft het ook voorrecht als je wel of geen glasvezel hebt. Dat is mijn visie. En ik denk ook dat de andere namen van de Ziggo en de KPN, dat die op den duur ook op de glasvezel gaat. Want anders dan kun je niet meer metkomen. Dus als je nou glasvezel aanschaft, dan kun je straks ook over naar een andere als je eventueel wilt. Zeg maar, hij heeft in ieder geval de link. En hij heeft later aan met link, dan ben je meer geld kwijt. En dan moet je dieper in de portemonnee tasten dan als het nou is. Ja, en dat doet de mensen altijd zeer als in de portemonnee met tassen. Het is één keer uitgeven en dan heet, klaar. En die kunt nooit metgaan. En als je het niet doet, ben je te laden. En voor het dorp vind ik het heel belangrijk om mee te gaan. Voor mezelf zeg ik, mijn tijd dient het wel uit. Maar net als Rolf ook zegt... Vol, niet te negatief. Nee, maar... 20 jaar bij, hè? Ja, dat is zo. Maar ik zeg ook, doe het voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Ja, dat die ook met kunt en dat die niet achterblijft bij anderen. We willen toch graag met... En dat is mijn ding. Ze vraagt mij ook van, want ik sta met mijn hoofd op dat grote bord van, wat beur je ervoor? Ik zeg, nou dat weet ik niet weten hoeveel godsgruwelijk voor geld. Ik zeg geen cent, want ik doe het voor het dorp. Nou, dan kijk ik zo aan van, nou ja, dat doe je dat doorvoor. Ja, daar doe ik het voor. Daarvoor zit hij in plaats van belang, om het belang van het dorp te behartigen. En daarvoor ben ik ook hier mee in de stap om dit te doen. Ja, en dat vind ik ja, echt heel belangrijk, dat we metgaan. En niet zeggen van, ah, we zien het wel. Nee, als we zien het wel, dan ben je straks een krabbe achter de oren van, ik het Maradona. En die heeft nodig kans. Dus. Dus, mevrouw van der Rendo. Ja. Ja. Nou, mooie wat verhalen. Wat vind je van dit commentaar? Ja, nee, hartstikke wat mooi. Kun je doen met? Nou, het is fijn om in ieder geval te zien dat een aantal ambassadeurs zich hebben aangemeld. En dat ze ook echt de belangen behartigen van de kernen. Hè, de 6 kernen waar we het over hebben. Het klopt helemaal wat er gezegd wordt. Het is nu of nooit. Hè, want dan kan het nog maar heel veel jaren duren voordat we überhaupt nog maar eens weer eens een keer zouden langskomen. Een aantal jaren geleden hebben we hier ook een vraagbundeling gehad. Dat is helaas spaak gelopen. Er was te weinig aanmeldingen om überhaupt te kunnen aanleggen. We zijn er eigenlijk in hele korte tijd zijn we er weer. Dus ik zou ook echt iedereen willen oproepen, als je nog vragen hebt, de komende tijd zijn er inloopavonden. In iedere kern is er een inloopavond georganiseerd.
Aanstaande dinsdag is de eerste, maar in elke kern, dat kun je op de website gavoorglasvezel.nl, kun je nakijken waar de inloopavonden zijn. Dan kun je nog de laatste vragen stellen. En dan hoop ik ook echt van ganse harte dat men zich ook gaat aanmelden. Is het zo dat uiteindelijk besloten wordt dat het toch niet haalbaar is om aan te leggen, dan zitten mensen ook niet vast aan het abonnement. Dan wordt dat ontbonden. Dus dat kan ook nog een vraag zijn dat men bang is. Ik sluit een abonnement af voor een jaar. Hoe gaat dat dan verder? Op het moment dat besloten wordt dat we niet gaan aanleggen, wordt dat automatisch ontbonden. Dan wil ik met hier aan de tafel. Dat ze zegt van eerst zien en dan geloven. Bed dat geen perspectief, hoe dan ook, gewoon die kabel erin te gooien. Ja, dat zou je wel zeggen. Het is zo dat het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de grond ontzettend veel geld kost. We kunnen geen glasvezelnetwerk aanleggen als we daarop moeten toeleggen. Dus er moet ook... Ja, maar wanneer Marie erop toelegt? Nou, als het percentage zeg maar niet gehaald is. Het is altijd wel zo, op het moment dat wij aankondigen om te gaan aanleggen, is er vaak ook nog een korte coulanceperiode. Op het moment dat we nog in de straat zijn, kun je je nog vaak aanmelden. Maar op het moment dat de straten weer dicht zijn, dan wordt het heel erg lastig. Want dan moet er weer een kraantje komen, dan moet de straat moet weer open. Dus dat gaat extra kosten met zich meebrengen. Nou, we hebben hier een ondernemer zitten. Ja. En die, voor hem is dat heel belangrijk. Dat hij kunt uploaden en downloaden zo snel mogelijk. Zo weer met Fran, hoe belangrijk het is. Ik ben benieuwd. Ik ook. Arjan, die kijker van hem met mij, hè? Ja, Arjan. Oh, ik aan de beurt, maar. Ik ben niet zo'n computer-nerd, dus. Maar je bent wel ondernemer. Ik ben wel ondernemer, ja. En je wilt weten wat er in de wereld te koop is. Ja, wat er in de wereld te koop is. En ook wat er om. En ik lees dan van de week ook in de krant dat. Het meta-gebeuren ook weer verder griep met Facebook en dat er nog meer uitgebreid met virtual reality brillen en weet ik dan maar wat. Dat men echt op afstand gaat winkelen als het ware door een winkelcentra heen. Denk, ja, dat giet dan echt over die glasvezel in. Dus ik denk, ja, dat is weer een stap verder. Meer informatie nog over die kabel in. Dus dat giet nooit goed komen. Dus als je dat met wilt, dan mogen we een glasvezel hebben. Als ondernemer, als jong ondernemer of een ondernemer die... Alle nederpozen metgeven, moet de snelheid accepteren, maar dat is nou straks met de markt wordt. Ja, kijk, en voor ons is het nog niet zo heel belangrijk, voor ons bedrijf niet. Maar ja, in de reclamewereld zit, of je met films of weet ik wat uploaden, zeg maar, dan is het wel van belang dat het wel snel gaat. Dan hebben we hier ook een hobbyfotograaf zitten. Een hobbyfotograaf die graag heen kijkt wat er aan de hand is en die helemaal gek is van bijwerken. En uploaden en downloaden van foto's. Is het niet zo leuk? Eén ding noem je al verkeerd. Ik ben geen hobbyfotograaf. Ik ben een wandelaar die graag vastlegt wat hij zet. Sorry, het is niet meer dan dat. Het is een wandelfotograaf. Maar een wandelende fotograaf. Wij komen toch af en toe wel eens plaatjes tegen. Dat ik van zegt. Rolf, dat doet er hartstikke goed. Maar hoe lang duurt het nou voordat we zien hoe serie een beetje uploaden? Bij de Ziggo gaan we het niet over hem. Weet ik niet. Ik weet niet bij wie. Langzaam. Als ik iets ga doen, dan als ik iets wil versturen naar een vriend van mij, dan weet ik dat alles schiet via WeTransfer. Anders kom ik niet eens weg. Als ik 10 foto's wil versturen, bij die grote foto's, dan giet het allemaal via WeTransfer. Anders krijg ik ze niet eens mijn mailbox uit. Dat zeg ik nog. Ja, het is niet ernst. En over de prijs, weet ik nog wel in wat zijn. Voor de twijfelaars, ik kan in niemand zien portemonnee kijken. Maar als je bedenkt, ik heb zelf een abonnement afgesloten, mag het allemaal doorgaan bij KW. Dan krijg je het eerste jaar krijg je voor de helft van de prijs vallen mee. Als je dat uit gaat smeren over dat eerste jaar, dan zie je... Echt twijfelt, neem je het eerst voor een jaar en na een jaar ben je gewoon weer vrij. Dan doe je in ieder geval wel mee aan onze 34% die we halen met. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Hij dan na een jaar, maar dan gooi je er niet weer af. Want dan bevalt u dit wel zo goed, dan gooi je nooit weer terug. Daar ben ik van overtuigd. Dus ja.